BlackBerry komt na anderhalf jaar eindelijk weer met een nieuw toptoestel. De Z10 moet de redding van het bedrijf worden. De smartphone heeft geen fysiek toetsenbord, maar beschikt wel over een heel nieuw besturingssysteem dat de concurrentie aan moet gaan met iOS en Android. Op het eerste gezicht lijkt de Z10 op alle andere smartphones die al verkrijgbaar zijn. De voorkant bestaat bijna helemaal uit een touchscreen en verder is het een plat en rechthoekig voorwerp met afgeronde hoeken. Toch verschilt het uiterlijk van de concurrentie. Zo is de behuizing opvallend groot voor het 4,2-inch scherm. De iPhone 5 heeft maar een iets kleiner scherm, maar is zelf ook een stuk kleiner. Andere smartphones met een 4,7-inch scherm zijn doorgaans even groot als de Z10. De grotere behuizing is het gevolg van een nieuwe manier van besturen. BlackBerry laat gebruikers apps opstarten, afsluiten en andere handelingen verrichten door van de onderkant of bovenkant van het toestel over het scherm te slepen. Dit betekent dat daar extra ruimte moet zitten om de beweging te beginnen. De manier van besturen is niet het enige dat veranderd is aan het besturingssysteem. BlackBerry 10 ziet er ook geheel anders uit. Het heeft grote icoontjes op het thuisscherm die live informatie kunnen geven over recent geopende apps. Helaas kan de volgorde van deze tegels niet zelf worden aangepast en verdwijnen de tegels als de telefoon uit- en aangezet wordt. Bovendien beschikken nog erg weinig apps over de mogelijkheid live informatie weer te geven. Ook functioneert BlackBerry 10 niet zo intuïtief als iOS en Android. Het is ook weer niet dat het systeem onlogisch werkt, maar het is even wennen en dat is al een hele stap. Bovendien oogt de software hier en daar wat gedateerd, hapert het systeem af en toe en blijft het aantal goede en lokale apps achter. Over het algemeen is de Z10 wel snel wat betreft het opstarten van apps en laden van websites. Op de telefoon zelf is ook nog wel wat aan te merken. De accu gaat minder lang mee dan bij de concurrerende modellen. Bovendien presteert de camera onder de maat. Bij goede belichting vallen de foto's mee, maar treedt soms al een onnatuurlijke verkleuring op. In donkere situaties is scherpstellen bovendien erg lastig en is er snel ruis te zien. Gelukkig viel het scherm ons wel mee. Met een resolutie van 1280 bij 768 pixels is het beeld haarscherp. Ook de kleurweergave viel ons in positieve zin op. De kleuren zijn levendiger en feller dan bij veel andere toestellen. Jammer genoeg worden witte vlakken op de Z10 erg snel gelig en de helderheid valt tegen. De BlackBerry Z10 is al met al een stap in de goede richting, zowel qua hardware als software, maar dat wil niet zeggen dat BlackBerry nu gelijk staat met concurrenten. Het loopt nog steeds achter en nieuwe toestellen zullen de Z10 op elk vlak verslaan. Wij zien dus nog geen reden om over te stappen.